Het is voor een dagvoorzitter altijd heerlijk bij jou om als spreker zelf de eigen toepassing in de samenleving te geven. Dat scheelt hem wel weer. Waar heerlijk naar inspirerende verhalen als deze niet te luisteren. Vindt u niet, u heeft al heel veel informatie op die manier toegekregen. Een renier, die trapte af en die sprak met ons over visievorming, verleden, hele toekomst, verandering in organisatieperspectief. En hij had daarbij, dat bleef bij mij een beetje hangen, toen het over paasverhouding, wachtbeeld, dat werd staand gedaan, dat betekent de alertheid, de bereidheid en de gereedheid om te reizen. Nou, of dat voor persoonlijk geldt, voor als organisaties geldt, toepassen we het jezelf aan. Suzie sprak met ons onder andere over perspectief vanuit de Torah. Geweldig boek van God, voor coaching en training van een slavenvolk. Ik dacht erbij, ja, het is wel bijzonder, hè, om de vrijheid te leren leven. Blijkt dat toch een paar regels nodig en een paar opdrachten nodig. Bij grote opdrachten als respect, gerechtigheid, eerlijkheid, moraliteit, integriteit. Dat zijn niet dingen die we op een achternamiddag leven en leren. Leven in vrijheid is dat zeker. Dus we hebben ook kleine opdrachten voor nodig. Ellen Jan die gaf een heel persoonlijk verhaal over de eigen uittocht, de eigen doortocht. En ook de eigen bij mij even leven van soms zijn inderdaad te vroeg groot geworden afhankelijk van de verantwoordelijkheid die ik de vroeger misschien thuis moest te dragen. En als gevolg blijf ik daarvan eigenlijk een beetje met hem blij. We gaan richting de pauze, maar dat doen wij niet voordat wij een reflectiemoment met elkaar gaan beleven. Dat doen wij onder begeleiding van de volgende conversatie van Gerard voor het zijn. Ik zie dat u zitten, we hebben elkaar nog niet persoonlijk ontmoet. Fijn dat u bent in ons midden, Gerard. En ik zou willen vragen in dat reflectiemoment